Tijdens de viering van de Internationale Dag der Inheemsen op 9 augustus heeft president Chandrika Prasad Santokhi vergaderd met het nieuwe bestuur van de organisatie van Inheemsen in Suriname OIS en andere inheemse organisaties. Het overleg richtte zich op het verbeteren van samenwerking met de regering om de belangen van inheemse gemeenschappen te behartigen, zoals grondenrechten en sociale voorzieningen. Santokhi kondigde diverse initiatieven aan, waaronder wetswijzigingen voor grondenrechten, de bescherming van traditionele medicijnen en het verhandelen van carbon credits om fondsen te genereren voor de ontwikkeling van gemeenschappen in het binnenland. President Chandrika Prasad Santokhi sprak op 10 augustus 2024 zijn trots uit naar 127 geslaagden van het voortgezet onderwijs op seniorenniveau, vooral de 10 topstudenten die extra in het zonnetje werden gezet. Het staatshoofd prees hun doorzettingsvermogen ondanks de uitdagingen in het onderwijs en riep hen op om verder te studeren, vooral met het oog op de groeiende olie- en gasindustrie in Suriname. Santokhi benadrukte ook het belang van het jeugdplatform, opgericht om jongeren te ondersteunen bij hun problemen. In juli 2024 heeft de politie landelijk 542 verdachten aangehouden, waarvan 308 in verzekering zijn gesteld voor misdrijven zoals inbraken, berovingen en overvallen. Er zijn 418 dossiers naar het Openbaar Ministerie gestuurd en 415 veiligheidscontroles uitgevoerd. De politie nam 12 illegale vuurwapens in beslag. Korpschef Brian Isaacs benadrukte dat deze resultaten te danken zijn aan de vastberadenheid van het politieteam en de steun van de samenleving.